Wethouder Verve, Corine. Wereld Alzheimerdag vandaag, 21 september. En dan vragen we graag aandacht voor mensen met dementie. In het Odensehuis zijn door de vrijwilligers en de bezoekers 500 achterlaatjes gemaakt. Ik wil u graag de eerste aanbieden in Papendrecht. En ik hoop dat u dit achterlaatje weer ergens achter wil laten, zodat een ander hem door kan geven. De vrijwilligers gaan deze ook in Papendrecht achterlaten. Alsjeblieft. Dankjewel Herman. Ik neem het heel graag in ontvangst. Zoals je weet draag ik het Odensehuis een zeer warm hart toe. En zo ook de mensen met dementie. Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij hier in Papendrecht aandacht hebben voor het feit dat mensen met dementie in onze samenleving er zijn. Positieve aandacht ervoor, positieve aandacht ook voor de taal die daarbij hoort. Zorg dat je aandacht hebt voor de mensen. En ik denk dat zo'n achterblijvertje daar heel erg bij helpt en daar op een goede manier de aandacht op vestigt. Mag ik dan ook nog heel even de aandacht vestigen op de initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving? Want eigenlijk is dit een actie van de initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving. Wij gaan zometeen ook het Vergeet Niet pad gaan we voor een deel openen, spuiten. Ook dat doe ik met heel veel liefde. Want laten we ook met z'n allen omkijken en ons bewust zijn van het feit dat er mensen met dementie in ons midden zijn.